Het rolstoel, de koffers en sop sop. Ja, maar mijn koffer is makkelijker mee te nemen. Volgens mij is jouw veel zwaarder dan die van mij, hoor. Echt? Ja? Vakantie binnenland. In het land, op vakantie, ja. Ja, hoek van Holland. Hoekie heeft McDonald's gehaald. Ziet er erg goed uit, Maid. Goed, hè? Ja. Moeten we appels? Nee, hè? Nee, hè. Bij opa en oma. Een bananencake. Wij worden verwend. Oh, goed zo, wijfie. Mooi licht. Echt, mooi, hè? Licht. Mooi licht. Oeh, kijk, ik match. Ga ze op de grond liggen. Match. Match ik ook niet met dit. Echt, hoor. Heerlijk. Nee, dat geeft niets. Echt wel. You're so beautiful. Ja. Volgende week een aanval. Oké. 400. Mai. Ga ik door? Tuurlijk. Echt? Niks. Wel. 4,50. 6. 5,50. Wanne. Proost op het goede leven. Eerst slok ze altijd. Naar. Naar. Lekker? Goed glas. Dat krijg je in een restaurant niet. Dan betaal je 4 euro, een hele fles. Dan krijg je dit. Onze logeerhotelkamer. Dat is toch raar. Opa's en oma's oude slaapkamer. Ja, en oma hun oude slaapkamer. En wij gaan hier nu slapen. Nou, ga je het ook morgen bij hun in bed liggen. Good morning. Aanvoelen hoe en wat. Wij gaan zo lekker zwemmen. In een monster. Monster. Monsterbad. Monster. Ik ga jou verzuipen. En die glijbaan en van dat andere ding, weet hij ook weer. Duikplank. Bommetje. Going for a swim. Nou, we hebben lekker gezwommen, hoor. Helemaal gesloopt. Nu weer naar huis. Dan gaan we douchen, omkleden en dan wordt de eerste dag avond weer afgelopen. Dan moet ik daar nog gaan lopen, Sophie. Ik, ja? Ja. Jij wel lekker zitten. Lopen en duwen. Zo, kijk. Alle twee lekker gedoucht, haren gewassen en lui op balkon. Heerlijk. Oh, geniet ervan, het zonnetje. Heerlijk. Heerlijk. Een pannenkoek eet vandaag. Looks so delicious. Dit wel. Ja. Vandaag is dag 1 van de avondvierdaagse. Ik ga natuurlijk in een rolstoel mee. Ik heb natuurlijk chronische zenuwpijn in voeten, benen, onderrug, handen en armen. En 4 dagen lang 5 kilometer lopen gaat hem dus niet worden. De vriendin voor deze 4 dagen. Kijk je haar, gewoon zo doen. Thank you.
geloof, eerste dag zit erop. Ja! Wat vond je? Nou, ik had er zo nog 5 gedaan. Volgende keer inschrijven voor de 10. Maar die is niet rolstoelvriendelijk. Oh, die is niet rolstoelvriendelijk. Nee. Ja, dan dus maar 2 keer de 5, meid. Ja, 2 keer. Extra rondje van morgen de morgen op die gymschoenen. Oh, ik kijk daar zo ontzettend naar uit. Ook. Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat. Ja. Het schijnt zo te zijn dat mensen die last van hun voeten hebben, dat het minder belastend is. Ja, voeten, knieën en alles, dat het echt goed is voor je ook. Dus we gaan het uittesten. Uittesten. Ben zo benieuwd. En dan gaat mijn oma in de rolstoel en dan gaan we uit die Kango gyms. Ik ga stuk. Een touwtje eraan. Echt hè? Hop, kom op, hop. Lekker wandje. Goedemorgen. Helemaal verwend. Lekker verwend. Hij heeft ook de deur dicht gedaan. Oh ja. Goeie, ja, daar gaan we heen. Daar gaan we heen. Over de nu jij, Bo. Zo. Bo, springen. Andere kant op. Oh, ik moet open volgen. Wat een lekker pot. Lekker. Oh meid, wat lekker pad! Lekker pad! Lekker pad! Ja! Hallo Sophie. Slaap lekker, Bo. Kom, we gaan naar het balkon, we gaan even uitwaaien. Ja. Een washandje even smeren, want meid. Meid, gewoon niet op vliegers. In de AC Dion. Handschoentjes, passen. Ja, maar dit is een maat L, die is te groot. Emmertjes, goed. Ja. Voor de rolstoel. Dan krijgen ze geen oude handjes. Ja. Ja. En we gaan er een fietsbel op zetten. Dan kunnen we iedereen ping, 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 ping. Er is ook kermis hier. Hele kinderkermis. Beetje jammer. Smakelijk eten! Lekker stampen! Doe nu je vingers op je hoofd! Pootjes! Gouden verf! Meid, dag 2 van de avondvierdaagse. Zit er weer op, hè? Zit er weer op. Helemaal leuk. Proosten. Aan het proosten. Tjing. Wijn met bevroren druiven. Ja. Hebben we gezien op TikTok. Opa wilde de TikTok uitproberen. De TikTok lifehack.
chicken! En een goede morgen. Het is dag 3. Zeg. Het is dag 3. Groentjes maken, like. Nou, de schoentjes liggen klaar. Nog een keertje lekker jumpen. We gaan op pad. Ja, weer een bunker. En hier een paardje. Leuk. Al die beestjes en plantjes en dingetjes. Oh, ik vind dit echt niks. Ik ben echt geen padvinder. Oh, gadsiedaling. Oh, oh jee. We zijn er! Durf je daarin te kijken? Als je met een mietje hier bent, toch? Ik durf dat soort dingen echt niet. Ik vind het echt eng. Wat? Ik ga erin. Je gaat er niet in. Jawel. Nee. Sof? We zijn hier ook handafdrukken, hè? Ja, we zoeken het maar uit. We gaan weg. Sophie? Even nee? Sophie? Sophie! Zo! Ga je serieus? Sof? Sophie? Nee! Nee. Sophie! Er is niks voor niks tralies, hè? Oké, okay. Wel open als ik er niet uitkom. Oh my god, Sophie, je zit er gewoon in, hè? Sophie! Nee, dat ga je niet doen. Jawel. Sophie. Dus Sophie gaat gewoon serieus de bunker in en ze gaat kijken waar het naartoe gaat. Die meid is helemaal gek. Sof! Sof! Nee, vriend, ik vind het echt niet grappig. Kom naar boven, hè. Oh my god. Tot hola. Ik had toch... Is leuk daar beneden? Nee. Je gaat echt spook mee in huis nemen, jongen, hè? Sophie en de ideeën, jongen. Sophie is nergens bang voor, hè? En ik ben echt een scheidluis. En dan moet ik allemaal dingen doen die ik normaal niet doe. Oh, 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 oh. Waar gingen we niet weg dan? Oh, wie verzint dit? Wie verzint dit? Wie verzint dit? Ik hoop echt wel dat er een uitgang hier ook is, hoor. Want anders hebben we echt, we moeten heel de stuk weer terug. Oh, meis. Hallo? Helemaal verwend. Zijn jij dat? Nou, ik heb ze nou even Hallo! Helemaal lekker schoon. Lekker, hè? Hey, Sophie. Ja? We eten dadelijk pannenkoeken. Yay! Pannenkoekie! Pannenkoekie nummer toetje! Je hebt twee soorten vrouwen. Eentje die alles opvouwt. En eentje die alles niet gooit. Ik ga helemaal stuk. We zijn dus weer op de kermis. Hoe duur denk jij dat het ritje gaat zijn? Ik denk 6 euro per persoon. Wow. Nou, we gaan even kijken of dat ook zo is. Twee kaartjes. Nou, het was 3 euro per persoon. Ik ga ook maar zwaaien. Kijk die roepen! Sophie zit aan een. Sophie gaat voor de husky. Yeah,
Husky van Jannik. Oh. Leuk hoor. Leuk. En dat hij ik heb je lief. In 100 stukjes? In 100 stukjes? Een puzzelwedstrijd. En ik ga winnen. Ik heb mijn randje, ik heb mijn randje. Terug naar de tijdsgeest van dat moment, ook hoor je niet artiesten. Sophie is zo verder, Sophie is zo verder. Ah, hij is wel echt super cute. En dan hebben we dit. Sophie heeft haar puzzel kapot gemaakt en gaat opnieuw beginnen. Ik ben nog steeds hier, dus. Dus Sophie heeft alweer al haar randjes. En ik heb pas een hoekje erbij. Nou, ik ben super trots op mezelf. En kijk waar Totola als hij is. Dus je kan toch niet. Eten, ga je smaken, like. Eten zo smakelijk zo, hè. We gaan de derde avond lopen. Hebben we er zin in? Ik wel. Meid, ik altijd. Meid. De Sophie heeft dus eerst gewonnen. Kapot gemaakt. Weer gewonnen. Ja, maak mijn puzzel maar af. Tada! Nu heb je 3 puzzels in 1 avond gedaan. Grote meid. Ja, echt. Jij bent heel goed in puzzelen. Ik kan niet hoor. Doorzettingsvermogen, maar ik kan niet puzzelen. Dus, mental breakdown nummer 10 heb ik zeker gehad. Derde avond. Derde avond. Doei. Hey, Macarena. Chicka cha cha boom boom. Chandori! Dat zijn geen uiers. Niet? Nee. Banana. Na 4 dagen, 8 dagen lopen. 5 dagen gezellig bij opa en oma geweest. We zijn heerlijk gewend. Met zoveel eten, zoveel liefde en zoveel spelletjes. We hebben leuke dingen gedaan. Op de kermis heb ik lopen te gillen. En mijn stem is zo ontzettend gevoelig. Dus 1 keer geel is die weg. Ik heb nog heel veel keelpijn. Dus ja, ik heb het super gezellig gehad. Samen met Sophie heerlijk genoten. En dan hoop ik dat u het leuk vond om te kijken. Doe een duimpje omhoog. Laat iets leuks of liefs hier beneden achter. Vergeet me niet te abonneren. En dan zie ik u gezellig in mijn volgende video. Bye bye.